Ik ben Frode van Oostveen, innovatiemanager. En als ik nadenk over kunst, besef ik dat ik het heel erg interessant vind. Alleen dat ik er nog niet zoveel van af weet. En ik zou er graag meer van willen leren. Hoi, ik ben Xavier Siekmeijer. Ik ben student. Ik studeer in Rotterdam, bedrijfskunde. Zelf doe ik graag een fotografie. Mijn zus die schildert op behoorlijk niveau. Maar hoe we onze kunst kunnen aanbieden, dat weten we niet zo goed. Dat is eigenlijk zonde, want de kunstenaar blijft met zijn werk zitten. En het publiek kan het werk niet kopen. Dus niemand heeft het tenslotte meer iets aan. Ik ben Ella Arps. Ik ben eigenaresse van galerie Arps & Co. Fine Art sinds 1902. En ik ben begonnen met het verkopen van kunst op een internetsite, arpsgallery.com. Mijn naam is Michiel van der Kaai. Ik ben directeur van de stichting Artes. En kunst is voor mij verwondering. Kunst is tilt je uit boven de alledaagse. Kunst zet je het aan tot nadenken. Mijn naam is Erik Jones. Ik ben werkzaam in New Business Development. Wat heb ik met kunst? Mijn opa was een kunstenaar. Hij schilderde mooie doeken. En tijdens zijn leven heeft hij behoorlijk wat geproduceerd. Alleen hij dacht van, wie zit er nou op mijn doeken te wachten? En heeft het altijd op zijn eigen kamer gehouden. Na zijn overlijden heeft mijn oma het naar voren gebracht, heeft het geëxposeerd en zijn al een en al lovende reacties geweest. Dus ik denk, als er een kanaal is, is er ook meer ruimte voor kunstenaars. Hoi, ik ben Marlies. Ik kom uit Amsterdam. En de vraag was wat ik heb met kunst. En dat is ten eerste mijn studie, kunstgeschiedenis. Ik ben in mijn laatste jaar en heb het vier jaar lang met plezier gedaan. De tweede affiniteit die ik heb met kunst is het feit dat ik mijn eigen bedrijfje heb in art consultancy. En hierbij heb ik een platform opgericht voor jong kunstenaars. En ik probeer een doorstart te geven naar de grote wereld, de bekendheid te genereren voor het grote publiek. Dit doe ik door middel van kunsten tentoonstelling te organiseren in openbare gelegenheden. En op die manier de drempel voor deze kunstenaars, voor deze kunstkopers, lager te maken. Ik ben Arne Tone, ik ben galeriehouder van Prince and the Revolution en ook een van de schilders. En ik denk dat je kunst moet kopen omdat je dat mooi vindt, dat je aanspreekt. En dat is precies de manier waarop wij onze kunstenaars en werken selecteren om hier tentoon te stellen.